En Joanna Stuyter toch? Hoi. Hoi, welkom. Aangenaam. Dank u. Wom Denham. Ja, zeker. Wham, hoe zeg je het? Wham of wham? Wham. Wham. Mag gewoon wham zeggen, ja? Zeker. En wie ben jij? Jij bent een Middelburgse dame, hè? Ja, absoluut. Hier opgegroeid ja? En 5 jaar geleden ongeveer naar Oostzoek verhuisd. Oké. Okay. Ja, dus kom nu iedere ochtend op mijn fietsje. Ja, nou lekker. En maar jij hebt hier gewoon gesolliciteerd, want ja, weet je al wat over de winkel? Want het is een keten met 25 zaken ongeveer. Nou, wij zitten inmiddels bijna op de 50. Oh, echt? Ja, door heel Nederland. Oké. Okay. Ja, ja, dus een tijdje stilgelegen vanwege de coronacrisis natuurlijk. En nu zijn we weer volle bak aan de gang. Dus en ook hier in Middelburg. Ja. En kan je heel kort vertellen, want het is allemaal herenkleding? Ja, klopt. Het is in principe allemaal herenkleding. We hebben van sweaters tot aan hele zakelijke kleding, zoals je daar ook een beetje kunt zien. We verkopen riemen. Binnenkort krijg ik ook nog een heel stel schoenen binnen. Prachtige blouses, allemaal 100% katoen. Daar is ook je collega. Wie is je collega? Connie. Goedemorgen. Hallo. Hoi Connie. Ben jij ook een Middelburgse dame? Al heel lang uit Middelburg. Ja? Ja, ja. Ik ben er niet geboren, maar... Nee, maar ik reken het altijd goed als je er langer dan een paar dagen woont, hè? Ja, 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 ja. Al 20 jaar of zo. Maar jullie twee zijn dus de gezichten... Ja. En er is nog een derde collega, ja, een man. Noordin, ja. Noordin, oh, ja, die is de andere keer. Ja, die is op andere dagen weer ingeroosterd. Ja. En had ik het nou ook goed begrepen dat jullie allemaal Italiaanse kleding hebben? Klopt is, ook, ja. Maar alleen maar Italiaans? Alles is Italiaans, ja. En dat staat altijd wel bekend om zijn kwaliteit inderdaad, hè? Absoluut. Maar het staat ook bekend om zijn prijs. Hoe is dat hier zo? Is het betaalbaar? Wij hebben tot het einde van het jaar een superleuke actie. Alles wat u hier in de winkel kunt vinden gaat voor 50% de deur uit. En je bent een echte werkhoopster. Zeker te weten. Werk je altijd in de modebranche al? Nee, ik kom uit de jeugdzorg. Dat is echt heel wat anders. Ja, zeker. En daarvoor de horeca. Oh ja, hier, dus, hier in Middelburg. Ook. Ik heb bij Zenk, toen de Subway Middelburg hier nog zat, Subway, was ik daar de manager. Goedemorgen. En dan heb je wel eens een broodje voor me gesmeerd, denk ik. Dat zou heel goed kunnen. Dan kreeg je 13 vragen voordat je broodje was dat belegd. Dat klopt, dat klopt. Wil u normale kaas of pittige kaas? Ja, het zit er nog helemaal in. Nou, leuk om kennis te maken en ik wens je heel helemaal veel succes hier. Dank.